zijn hier op de markt van Bosnik. Het schijnt een leuke markt te zijn met onder andere medicijnen, dus dat gaan we even kijken. Ik ben hier op de overdekte markt van Bosnik. Bosnik is een plaats aan de zee. Direct daarachter is al de zee. Maar hier liggen allemaal groenten. Dus dit zijn allemaal papaya bladeren. Pinang, die vrouw verkoopt het. Hier liggen allemaal armbanden in Syrië. In die pandemor. Oké, okay. En Barapa Haganya. Barapa Haganya staat op Dus hier ligt een pandemor, dus een heleboel medicijn uit bier. En daar allemaal. Die ook allemaal betel nodig. Ja, dat zijn. Hele kleine meloenen. Of meloenen of citroenen. Papaini. Minya klappa. Oh, minya klappa. Oké. Okay. Dat is kokosolie. Dat zit in een oud bierflesje. Kokosolie. In die bagels. Kalung ini dari pohon toch? Ya, akar. Akar ya. Oke, bagus. Pohon dasar laut. Oke, mau kasar. Dus dit is langzat. Ik vind het wel vrij lekker, dus ik neem er dan één zo'n zak van. Die is 20.000. 20.000, dat is net iets meer dan 1 euro. Dit is ook allemaal betelnoot. Een soort tasjes gevlochten van kokosblad. En dit is lenkoas, laos, avocado, sereen, geur, een kerstje, lia. Dit zijn hele, hele enge zwarte vis. Ja, nooit gegeven. In die sago? Ja, sago. Oh, dus dit is sago. Heel bewerkelijk om te maken. En Pina, ja. Pina. En Christie. Nog meer van die Laos. Lenkoas, ja, Laos. Allemaal betelnoot. Lenas. Ananas. Pisang enak juga. Satu berapa? Oh. 20. Dus ja, dus ik koop even zo'n tros met bananen, die is net iets meer dan 1 euro, dat is wel vrij veel. Dus hier ligt weer sago, en hier ligt al klaar om een soort soep sambal van te maken. Dit is ook, dit is uit een christenbrein. Ginkgo. Pisa makan ini? Iya. Makan. Ja, rebus. Oh, haar is rebus. Dus je moet ze eerst koken en daarna kan je ze eten. Pohon besar. Pohon besar, oké. Seperti pete. Pete, ja, seperti pete. Ini sama? Sama. Oh, oké, dit is dezelfde. Ja. Dan zijn we een binnenschil en een buitenschil. Makanan orang Jawa. Oh, oké. Okay. Dus en dan namanya apa? Jengkol. 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 Ya. Jengkol. Oke. Jengkol. Oke. Terima kasih. Hier liggen allemaal sieraden zelf gemaakt. Dus dit is van een wortel. Een boom die alleen op graag groeit. Dit is allemaal met natuurlijke elementen. Zoals een rotan kruid. Dit is zaadjes van een soort gras. Dit zijn schelpen. En deze dingen die komen uit een inktvis. Dus dit is allemaal de meeste van natuurlijke middelen. Die zijn de beroemde paradijsvogels. Dat is een sieraad voor het haar. Dus die wou ik even laten zien. Prima kassie. Twee hele grote schelpen. Mag je eigenlijk niet eens kopen van het Wereld Natuurfonds. Maar die liggen gewoon in zee natuurlijk. Die huizen van die dieren, die worden op een gegeven moment verlaten. En dan liggen ze op een zeebodem. Hier hebben we ook heel veel mooie kettingen. Daar was het.
Samoa bagos, dat die. Dus er zijn nog veel meer. Alles ligt op elkaar. Daar liggen bijvoorbeeld bananen en hier liggen weer allemaal sieraden. Dingen van aan de muur. Zoals sleutelhangers van een soort schellen. Zilveren armbanden. Alles is zelf gemaakt in die schelpen, kettingen. In die Minya Klappa. Oké. Minya Klappa. Dit is dus kokosolie. Nini Pandemar, toch? Ja. Oké. Dit is dat geneeskruid. Dat heel beroemd is voor bier.